Dus we gaan namelijk in elke kamer van dit huis gaan we een flip doen. 1, 2. Leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Ik ben Mees en vandaag sta ik voor mijn eigen huis. Ik woon hier al 4 maanden, alleen ik ben hier al 4 maanden niet echt geweest. Ik heb de afgelopen 4 maanden bij Enzo gewoond, voor de mensen die het niet weten. Het was daar super gezellig en ik had eigenlijk geen zin om terug te gaan naar mijn superleuke manager slash vriend. Want ja, die is gewoon echt vervelend. En die is ondertussen aan het trainen. Ja. Nice, lekker, goed bezig. Thanks. Maar dit is mijn huis, met nog daar een stukje achter en... Ja, wat vind jij ervan? Super mooi. Nee, het is oprecht mooi. Kijk, zou ik even rondleiding geven? Nee, dat doen we zo. Nee, maar even flipcheck. 5, 4, 3. Nice. En vandaag gaan we iets doen met flips. We gaan namelijk in elke kamer van dit huis gaan we een flip doen. Ik heb ook iets moois bij me. Ik heb namelijk een airtrack bij me. Die gaan we hier in de tuin opzetten. En dan heb je nog iets waar je mooie salts op kan doen. Maar een rondleiding van het huis... terwijl we salto's doen. Het is niet heel netjes, het is niet heel mooi, maar jullie gaan het vanzelf zien. Hello my friend, welcome to my house. Today we have very nice door. Door has to be again to paint. You have to do that. You have to paint this door. I want it green, not blue. I want it green. I want pink. Pink. No, here you have a pink. Now you go make it green. If you scan this with your Albert Heijn, you get croissantje. Are you going to finish that croissant? Welcome in my kitchen. Today we have this. With water, look, if you do this, you have lekker water, you have there Olivier, alstublieft. Dit is de keuken en we hebben een mooie koelkast, we hebben lekkere inductieplaten, we hebben allemaal dingetjes. En hier moeten we een saltootje maken, dat zou heel makkelijk moeten zijn. Tom Webster, mag ik even vragen? Mogen we dezelfde salto's in andere ruimtes doen? We mogen dezelfde salto's in andere ruimtes doen. Als jij een Webster doet is het goed, dat is nice. Oh, die was clean. Heerlijk. Oh. Dit was very laag, my friend. Dat was very laag. Waar gaan we heen? Gaan we naar voor jou links of voor jou rechts? Vraag het aan Dora. Titi Dora. Zie jij de deur? Ja. Oh. Weer bier. Waarom drink je zoveel bier? Koffie. We gaan naar mijn kamer. Wacht, heb je al die chickies uit je kamer gehaald of niet? Oké, wacht, dan wacht ik hier. Mees moet heel veel, hij heeft altijd een stuk of 6 meisjes in zijn kamer. Want hij heeft gewoon zoveel chickies, omdat het zo leuk is natuurlijk. Dus zijn ze weg? Zijn nog steeds niet weg, moet nog heel veel wachten. Wat je nog niet hebt gedaan, nog steeds niet omhoog. Oh, we mogen naar binnen. Ja, en wat ik al zei, het is niet netjes. Het is niet mooi. Ik heb hier... We hebben hier in ieder geval een mooie bank. We hebben een bureautje en dingen, maar die ga ik allemaal nog vervangen. Of ik ga met Boaz samenwonen en dan doe ik het überhaupt niet. We hebben hier dus ook nog mijn slaapgedeelte. Het is een best grote kamer, je kan er veel mee doen. Maar ja, ik zou hier eigenlijk een jaartje wonen en daarvan is de helft al voorbij. Dus ik weet niet of ik hem super mooi ga maken. Kunnen we een keer al je muren rol schilderen? Dus laten we dat doen. Hey, vraagje hè? Je hebt een 2-persoonsbed en een 1-persoonsbed. Daar slaap je dan met 3 chickies en hier heb je dan 2 reserve chickies? Ja, zoiets. Ja. Okay. Nee, ja. Yes! I want 6 coffee. Super café! Oeps. No café more. Wat ik ga doen, is een flip op het bed. Dat is saai. Alleen dat is bang. Dat is bang. Ja, dit kan. Je kan ook door je bed heen zakken. Dat heb ik ook al bij 4 bedden gehad. Maar dat komt ie. Okay. Doe hem laag. Hoppakee! Woehoe! Dit was mijn kamer, maar er is nog 1 ding wat gebeurd moet worden. En dat is een flip van Boaz. Staat hij er weer met zijn volgende product. Ja, kan het. Lekker. Hey, je denkt het wel. Ik denk het wel. Nu gaan we door naar een volgende kamer en dat is de badkamer. Woonkamer. Oh. Wacht, is dat de badkamer? Want anders plas ik altijd in de verkeerde kamer. Ja, dat is een badkamer. Nog een belangrijk dingetje. Dit is de laatste video van mijn dagelijkse uploads. En wil je nou dat ik dat nog een keer ga doen? Laat dan zeker een duimpje omhoog achter. En vergeet niet te abonneren hier beneden. Bij de 10.000 likes ga ik nog een week lang elke dag uploaden. En ik denk dat je het moet redden, dus... dit is de woonkamer. We hebben hier een best wel chille zithoek. Er moet nog iets van een kleed komen, maar dat hebben we nog niet en hij doet niet zoveel. We hebben hier ook nog een mooie tafel waar we aan kunnen eten. Oh, W5, I like. Oh, nice, so nice. Oh, nice. Oh. vind ik maar weer clean. Hé, hey, laten we hier een satte doen, Boaz. Welke satte wil je dat ik doe? Een kork. Huh, wat schopte ik? Schopte ik dat ding? Ja. Wow. Dat zit best los dus op zich. Sick. Dat kan wel. Oké. Okay. Oh. Ik heb geen idee wat je gaat doen nu. Ja, goed zo. Ja, back full. Oh, inward side. Ik ga back full doen. Oh. Nee, ik dacht dat die was niet hoog, maar... Ja, dat was hoog. Oké, okay, die was hoog bedoel ik. Let's go! Oh, dat was wel ongeveer. Je zag dat je heel bang was, want je zette daar af en je landde daar. Maar je probeerde hem echt helemaal zo knijtersnel rond te doen. Oké, even, ik moet wel een flipje landen, dus nog even deze. Ik vond het wel leuk. Oeh, flashkickje. Nice, we gaan door. Naar de woonkamer. Huh? Naar de badkamer. Wil je dit is toch de bank? Ja. En dat is toch de wc? Ja, kom je even zitten met mij? Ja, ga eens. Ja, dat is goed. Mees. Wat doet Mees? Als je me nat wil maken, mag je het ook gewoon zeggen. Ah, gast! Mees, flipcheck, 5! Nee. 4, 3, gast, waar? 2! Hey. Ik durf dit niet eigenlijk. Ik ook niet. Nee? Nee. Ik ben fucking breed, gast. Ik pas er niet eens tussendoor lopen. Everything you do. What? Yo! Lekker, gast. Deed pijn? Ik ga niet schreeuwen. Oké. Rustig. Rustig weg. Rustig. Ah! Oké. Hoe gaat het met jou? Ja, gaat wel goed. Lief dat je het vraagt. Ik heb net iemand zien freerunnen. En daar ben ik wel jaloers op. En ik ben ook wel een beetje dan... Ja, ik vind het heel moeilijk, want ik wil het ook wel kunnen, zeg maar. Jij bent aan de beurt. Ah, ik ben aan de beurt. Zie je, mijn moment komt ook nog. Ja, omdat jullie best wel makkelijke dingen doen, zeg maar, doe ik iets moeilijkers. Ik ga namelijk niet hierop doen. Dus dan is de kans dat ik uitflap, het moedje af, dat is heel wel waar. Dus misschien nog meer, maar ik neem de badkamer. Dus een echte... Ga jij maar even verder? Ja, is goed. Doen wij vast even de andere kamers, ja? Ja. Groetjes. Nee, ben je gek, joh. Dat durf je niet? Nee. Oké, nou, dat maakt niks uit. Het is ook mijn huis, dus ik zou het altijd moeten doen. Nou, dan lopen we door. Dan hebben we de gang. Hier durf ik het misschien wel. Wat? Een salto. Oké. Oh, die was echt goed. Hoppakee. Let's go. Volgende kamer. De studio. Ik heb nog een huisgenoot namelijk. Ik heb Olivier als huisgenoot en Julian. En Julian die maakt muziek, dus die maakt hier muziek. En daarom is het hier ook allemaal volgebouwd. Er staan wasmachines, er staan kasten. Hoe maakt hij met wasmachines muziek? Dat is zo. Let op, ik zal het even voor doen. Yeah, yeah. Yeah, we zijn in de wood. Mees en Boaz. Flipcheck. Oh, wacht. Aan de kant. 5. I'm gone away. 4, 3, I'm gone away. 2, 1. En go. Oh, dat was echt ziek, hè? Dat geloof ik. Eventjes. Easy. Let's. Mees, dat is echt zo onnodig. Nu zijn we aangekomen bij de wc en bij een soort van elektronica hok. Daar kunnen sowieso geen salto's in en dat is ook niet interessant om te zien. Dus gaan we niet heen. Maar jullie wc is best mooi. Ik wil hem toch even laten zien, want ik ben trots op Mees wc. Kijk, boeit daar helemaal niemand, maar het is wel mooi. Hier hebben we gangpad naar boven. En dan zou ik wel eventjes gewoon op dezelfde plek, weet je, af. Zo, gewoon even doen gewoon. Is gewoon niks, dan gaan we gewoon naar boven. Boos hoeft hij ook niet te doen, want het is gewoon niet interessant, kan iedereen. En dan heb je hier weer een halletje met een douche. Weer een wc, geen douche. Dit is ook niet interessant eigenlijk. Zou ik hier eens een sideflip proberen? Ja. Ja, dat was hem easy. Deze doen we dicht. Dan sta je al aan de volgende kamer. En dat is de kamer van, jawel, Olivier. En dan gaan we ook even een salto doen. 2. Dat was makkelijk. In het midden van het bed zit een stang of zo. Olivier had je het niet even kunnen zeggen. Oh, je hebt 2 losse matrassen ook. Gast. Ja, en hij is ook kapot, zeg maar. Dus als hij nu nog kapot was geweest, had ik hem natuurlijk schade vergoed. Waarom heb je niet gezegd dat 2 losse bedden waren? Content. We staan in de laatste kamer en Boaz gaat de allerlaatste flip doen. Ja, lekker. Woe! En nu hebben jullie mijn huis gezien. Als jij nou een superleuk idee hebt wat ik hier in mijn huis kan doen, laat dan zeker weten in de comments. Het is een groot huis, er is veel te doen. Binnenkort krijg ik ook een trampoline in de tuin. En ik heb natuurlijk mijn airtracks. Dus genoeg content, maar laat even weten als je iets leuks vindt. Stop letterlijk iemand net hier. Fuck. Ik vind het niet meer leuk. Huh? Wat voor Olivier? Je maakt een grapje toch? Je zag toch niet iemand? Yo. Ja, hij zit daar. Nee, hij zit daar niet. Daar! Hoi, we staan nu in de tuin en dit is het eigenlijk het allerlaatste. Wat we hebben in de schuur. Ja, zullen we dat even kijken. Mijn fiets staat er nog, dus dat is sowieso een pluspunt. Voor de rest, ja, staat er niet zo heel veel, behalve studentendingen. Dit is echt zeg maar de verdeling tussen jullie. Je hebt Mees en je hebt Olivier. Boaz, doe nog even één lijpe salto in de tuin. Welke zonbroek is dat? Die van mij of Boaz? Ik vind die van mij vetter. Oh, die was echt heel kut, maar ik deed wel. Je landde ook gewoon bijna op die stoel. Nee, maar ik wilde zeg maar zo landen dat ik daarna gelijk kon leunen. En dan... Ik denk dat ik dat niet eens kan, dus. Nou, dan ga je het wel proberen. Ja. Voor deze heb je altijd echt best wel een aanloopje nodig, maar die heb je niet echt. Nee, ja, maar kijk, die salto, letterlijk out of your back full, easy. Maar die salto, die vind ik zo kut. Ik kan die gewoon niet chillen op de vloer, zo hoog. Hier is het... Nee. And you, everything you... Nee, dat had je ook niet moeten doen, was je tegen de schuur aangekomen. Waarom vind ik dit zo raar? Ik doe wel net iets anders. Frontflip, Arabier back full. Wordt het hem nu niet, dus we gaan voor Arabier back full. En dan nog iets leuks. Dat is dan weer zo makkelijk, hè? Als je gewoon normale Arabier back full doet. Ja, dat is geen moeite. We hebben nog steeds deze hele mooie airtrack. Die ga ik nu niet gebruiken. Maar willen jullie dat zien, moet jullie sowieso geabonneerd zijn. Want die ga ik natuurlijk binnenkort gebruiken in een video. Binnenkort komt er ook een trampoline, zei ik net ook al. Jullie hebben mijn huis gezien en na de zomervakantie, dan ben ik hier sowieso altijd weer. Dus hebben jullie daar nou zin in, laat dan zeker een duimpje omhoog achter. Vergeet niet te abonneren als je nieuw bent. En dan check ik jullie bij een volgende video. Later! Oh, dit is 18 plus. Er zijn mensen aan het schuren.